Wil jij later uitblinken in het bouwen van geavanceerde software? Dat kan met het ICT-uitstroomprofiel Software Developer. De Software Developer is de WizKid binnen de ICT. Je ontwikkelt geavanceerde softwaretoepassingen voor heel veel verschillende ICT-vraagstukken. In de praktijk ben je met behulp van allerlei programmeertalen, platformen en tools bezig met het ontwikkelen van applicaties, softwarecomponenten of clouddiensten. Een voorbeeld: de planning van de NS. Er zijn miljoenen regels code nodig om iedere dag alle treinen te laten rijden. Bij de NS zijn er continu 20 software developers bezig om uit verschillende databases gegevens te halen, zoals hoe laat een trein vertrekt, aankomt, hoe hard hij rijdt en welke sporen de trein gebruikt, om zo te berekenen hoe snel een trein van A naar B kan. Al deze gegevens worden verzameld in één systeem, continu gemonitord en aangepast als er iets anders gebeurt dan gepland, zoals bijvoorbeeld de kapotte bovenleiding. Dit alles met als doel om ervoor te zorgen dat er optimaal gebruik gemaakt kan worden van de beschikbare treinen en sporen en ongelukken voorkomen kunnen worden. Kortom, als software developer ben je in staat om een combinatie te maken van verschillende systemen en kan je data aan elkaar koppelen.